We staan hier vandaag op de Groene Loper voor de perspresentatie van de musical Shrek. Ik ga nu even een kijkje binnen nemen. Daar heb je niet van terug, daar heb je niet van terug. Nou, 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 nou. Daar heb je niet van terug, daar heb je niet van terug. Geen huis of haard. Met kerst geen kaart. In elke dag een hel op aarde. Mijn ouders blij. Ze sturen mij weg met een lach op mijn verjaardag. Want we realiseren ons, en dat wordt ook regelmatig aan ons gevraagd, van hoe kun je in deze tijd nou zo'n grote show in zo'n nieuw theater met 1650 stoelen gaan neerzetten? Wat een risico. Met elke wijze les, hou er was iets, hou het kussen, leg die pakken zo ertussen. En het wachten, de dagen, de nachten, het wachten. Maar hij komt, hij verschijnt, ik mis misschien de kansen. De vrouwen stralen mooi, de mannen ook in de hart. Door mijn smaak zo smaakvol. Voor welke doelgroep is de musical bedoeld? Ja, de breedst mogelijke doelgroep. Ik denk dat kinderen van 5 al een hele leuke avond hier kunnen hebben. Maar er zitten ook zoveel goede grappen in voor ouderen. Dus het is van 5 tot 105. Wat vindt u van de rol die u speelt? Dit is een van de leukste rollen die ik ooit heb gespeeld. Het is fysiek natuurlijk een enorme uitdaging met die knietjes. Maar het is de moeite meer dan waard. Je wordt een soort menselijke pop. En om dat helemaal zo te laten bewegen dat je denkt, ja, dat is gewoon echt een mensje. Dat is een enorme uitdaging. En het is een secreet. En slechterikken zijn voor acteurs altijd de leukste uitdagingen. Maar de heks laat haar niet vrij. Ze zingt daar alle dagen. Dan zing ik met haar mee. Zit daar al jarenlang en wacht al jarenlang. Oh jee, een dagelijkse kwelling. Dat wil ik liever niet hoor. En bent u nerveus voor de première? Ik ben best nerveus, maar een werkbare soort spanning. Net moesten we hier dus voor het eerst helemaal in kostuum. Maar dat moet allemaal wennen, hè? Dat zit allemaal strak en het is niet mijn dagelijkse kloffie dit. Dus dat voel je nog niet helemaal 100% makkelijk in. En dan krijg je ineens al die camera's tegenover je en dan ben je gewoon heel bang om fouten te maken. Dus dan krijg je zo'n droge strot. Dat krijg je op een première ook altijd. Dat kan ik nooit helemaal uitschakelen. Je kan al op eigen benen staan. Ach, ze had wat te verstouwen. Leuke poging, maar een flauwe. Jij hebt met mij vergeleken. Staat die fijn, hang de vlag, dan is het schoon.